Een hele goede dag en welkom bij deze special van AZ-TV. De laatste special van dit voetbaljaar. Het komende half uur hoor je Pascal Jansen, Max Huijpert, Dani de Wit en Vangelis Pavlidis uitgebreid over dit seizoen. Een seizoen met hoogte- en dieptepunten en eentje waarin AZ uiteindelijk aan het langste eind trok en een ticket bemachtigde voor Europees voetbal. Schieten. Reinders, ja, weer! Dat kan niet, dat weten we. Want dit is al de tweede keer dit seizoen dat hij hem zo prachtig maakt. 5-0. Wijnaldum zou het zelf kunnen doen en dat doet hij ook. Geen buitenspel voor Barassi. Barassi, nou, die maakt er 4-1 van. Dat is een tikkie geflatteerd, maar daar hebben ze bij AZ maling aan. AZ bekert dus verder. Karlsson. Nog altijd Karlsson. Probeert het ook maar een keer en die valt er wel in. Heerlijk geraakt door Jesper Karlsson. Bal er tussendoor, Karlsson en raak. Het is 2-0, Pavlidis. Pavlidis maakt zijn tweede Europese goal. Klaas. Dat is een goede bal op Aboglal. Aboglal moet het afmaken. Aboglal maakt het af. AZ op 2-0. In de 88e minuut. Wat een gouden wissel zeg. En hier is het Klaasie. Net als bij de 1-0 die aan de basis staat. Keurig gedaan. Sugawara. Daar is Aboglal. Bal is niet zo heel gek. En Vogo zit ernaast. En Vogo zit ernaast. En Karlsson scoort. Pascal, het seizoen zit erop. We gaan terugblikken. Hoe kijk je terug op dit seizoen? Zo. Spannend. Uitdagend en uiteindelijk ook zeer leerzaam geweest. Vertel eens, laten we beginnen met die laatste. Leerzaam, wat heb je allemaal geleerd? Nou, kijk, als je bij AZ wordt gevraagd om als hoofdtrainer aan de slag te gaan, dan weet je wat voor spanningsveld er gaat ontstaan. De verwachtingen zijn sowieso hoog gespannen. Ondanks het feit dat er in de zomer het nodig is gebeurd. Hè, met een aantal bepalende spelers die zijn vertrokken. Worden de verwachtingen in ieder geval niet bijgesteld. Eerder naar boven bijgesteld. Dat is hartstikke interessant. En het was de eerste klus voor mij als hoofdtrainer vanaf het begin. En dan ook nog bij zo'n mooie club als AZ je eerste stappen te mogen zetten. Ja, dan hoop ik in ieder geval heel veel te gaan leren. En dat heb ik ook gedaan. Samen met mijn staf, samen met mijn spelers. Verschillende situaties ervaren. Waarvan je dan iedere keer ook weer bij jezelf te raden gaat. Van oké, hoe heb ik dat dan gedaan? Had ik dingen anders moeten doen? Ja, en zo kom je eigenlijk wel tot de conclusie dat hetgene wat ik mezelf heb eigen gemaakt over de jaren. Dat ook gewoon op het allerhoogste niveau nog steeds erg goed is om te doen. Dus blijven reflecteren en kijken wat beter kan, wat anders moet. En zo ga je eigenlijk gedurende het seizoen ga je met elkaar aan de slag. Hoe was het om een voorbereiding te draaien, wat je zelf al zegt, die eigenlijk bijna feilloos was. En dan het seizoen te beginnen wat niet helemaal lekker gaat. Hoe was het voor jou persoonlijk dan? Nou kijk, een voorbereiding. Het woord zegt het al, dat geeft aan hoe je richting een competitie natuurlijk aan het werk gaat en hoe een team zich gaat vormen. Alleen, er was natuurlijk nogal het nodige gaande, hè, met spelers die wel of niet zouden vertrekken. Jongens die wel of niet nog binnen zouden komen, maar we waren wel vertrokken met elkaar. En dan probeer je in ieder geval samen met je staf zo goed als mogelijk de selectie voor te bereiden op die eerste wedstrijd die gaat komen, waarin het om het echtje gaat. En dan heb je die start. En dan kom je vervolgens ook tot de conclusie een aantal wedstrijden daarna dat die samenstelling van die groep zoals we die voorbereiding merendeels hebben gedraaid vervolgens in de competitie er ook weer heel anders uit kwam te zien. Wij zijn natuurlijk veel basisspelers kwijtgeraakt. Hè? 5 basisspelers die alle 5 een hele belangrijke rol hadden vertolkt de afgelopen jaren. En natuurlijk weet je dan dat het heel lastig is om
ja, om dat zo 1, 2, 3 te vervangen en in een hele korte periode ook te vervangen. Maar je ziet daarvan wel in de voorbereiding dat ook de nieuwe jongens het goed oppakken. Dan verwacht je eigenlijk niet dat je zo'n start zal hebben. Alleen het spelen om het echtje, zeg ik altijd. Dus de echte competitie, het moeten. Dus de druk wordt weer wat hoger. Ja, dat waren die andere jongens wat meer gewend. En die nieuwe jongens moesten daar nog aan wennen. Dus een voorbereiding zegt, dat is eigenlijk de conclusie, een voorbereiding zegt altijd wel iets, maar natuurlijk niet alles. Hè? Want in de voorbereiding kan je vrij uitspelen. Als je een wedstrijd verliest, dan heeft dat geen consequenties. Maar de eerste wedstrijd van RKC verliezen betekent een valse start. En dat heeft tot consequentie dat je lager op de ranglijst staat dan waar je wil staan. Dus dat geeft ook altijd druk. Yeah, it was, I can say, also a difficult season for us. Because a lot of players gone, a lot of new players is coming. I have the first 2 months was a little bit difficult for me also to be on the team, to connect with each other. But later, after 2 months, we have one good round with 18 games without lose. Then the important games against Ajax here, it was not that good in the semi-final. We lose, was the first wrong or fail because in the cup, but yeah, if you go until semi-final in the cup, I think is good. I think we need to have a little bit more luck in the Europe with Bodo. We can go further because we play better both games, I think, and we can continue, but football is like that. And after these 2 games, I think the confidence for the team was a little bit down. And the last games was difficult to keep the games, to keep the winning. We take a lot of goals in the last minute. And everybody thinks, AZ is finished. Voetbal ligt soms heel dicht bij elkaar. En dat zag je ook in die overwinningen die we dan wel hadden, dat het net een paar keer wel goed valt. En dan valt het onze kant op, zit je lekker in de flow. En soms valt het ook soms de andere kant op. En natuurlijk zijn wij er ook schuldig aan als je te veel achteruit gaat lopen. Te veel schoten incasseert die er allemaal in vliegen. Maar soms ligt het ook heel dicht bij elkaar en hebben we ook in die wedstrijden goed voetbal laten zien. Maar ja, uiteindelijk ging het toen te vaak mis. Maar we hebben heel veel moeilijke fases gekend. Natuurlijk zeker in het begin van het seizoen met veel nederlagen. Daarna denk ik een hele goede periode met goed voetbal, veel overwinningen. Ik denk wel 18 keer op rij ongeslagen, wat allemaal heel goed ging. En dan eigenlijk kwam de maand maart uit mijn hoofd, waarin eigenlijk heel veel misging. Uitschakeld in de beker, vervolgens uitschakeld in Europa en ook nog uitschakeld eigenlijk om de vierde plek. En dat heeft toen wel eventjes pijn gedaan, maar ja, zoals eigenlijk het hele seizoen door hebben we ons kopje niet laten hangen en zijn we doorgegaan. En staan we waar we nu staan en gaan we volgend jaar gelukkig gewoon weer Europa in. Ja, dat begon eigenlijk al in de zomer, hè? Dus dat we scenario's met elkaar bespreken en wat dat dan mogelijk kan betekenen voor ons gedrag en de omgang met elkaar en de discipline die je zowel binnen als buiten de lijnen daarin moet blijven vertonen. Omdat we heel erg sterk geloven in routines creëren met elkaar. En op het moment dat je de juiste routines met elkaar hebt ontwikkeld, dan is dat ook je houvast, zowel binnen de lijnen als buiten de lijnen. Dus daar hebben we enorm veel nadruk op gelegd al in de zomer. En tijdens zo'n moeilijke fase als in het begin van het seizoen is dat ook heel belangrijk om dat als houvast te hebben. Dus waar sta je voor als selectie en waar staan wij voor als club en als staf? En die commitment die we zijn aangegaan is daarin heel erg belangrijk. En elkaar daarin blijven steunen. En vervolgens ook geen ander gedrag gaan vertonen op het moment dat je ziet dat het succesvoller begint te worden. Ja, dus ik ben in ieder geval een coach die goed observeert, blijft analyseren om te kijken van oké, waar moeten we aanscherpen, waar moeten we juist de zaken blijven koesteren om verbetering steeds na te blijven streven. En dat is in mijn beleving cruciaal, of dat nou goed gaat of niet goed gaat, dat je wel een hele sterke basis hebt waardoor je steeds, wat ik zeg, houvast kunt bieden. Ook in een mindere periode zie ik nog steeds hetzelfde gedrag. Hè. Ik zie niet dat mensen veranderen, ik zie niet dat de werkethiek verandert. Dus als je het hebt over een mooi moment of het mooiste moment, ik vind als ik kijk naar hoe er gewerkt wordt en hoe iedereen iedere dag bezig is om zeg maar het maximale eruit te halen. Ja, dat zijn voor mij wel de momenten waar ik weer energie uit haal. En ook dat ik weet dat op het moment dat we in een mindere fase zitten, dat we daar altijd weer uit gaan komen.
Dat was deel 1 van deze special van AZ TV. Na de break zijn we bij je terug met deel 2. En dan krijg je de mooiste doelpunten te zien van topscorer Vangelis Pavlidis. En we staan uitgebreid stil bij het slot van de competitie, de play-offs. Graag tot zometeen. Koopmeiners met de hoekschop. En die wordt daar van de lijn gehaald en dan binnengewerkt. Klaasie. Perfecte bal. Gudmundsson kan gaan scoren. En hij laat het aan Pavlidis. En als de vlag omlaag blijft voor buitenspel, is het 1-0 voor AZ. Ja, het wordt nog even wachten op de videoscheidsrechter of het geen buitenspel is. Hoe dan ook. Dani de Wit, buitenspel. Maar dat geldt niet voor Pavlidis, die achter hem vandaan is vertrokken. Krappe hoek voor Pavlidis. Moet het helemaal zelf doen, maar het is voldoende. De Wit doet het sterker dan Itzes. Pavlidis tweede, paal schiet hem knap binnen. En zo draait AZ het heel snel om. Pavlidis, Nakayama buiten de lijnen. Oh, Pavlidis, knappe passeerbeweging en een goede goal. Het is 1-1. Carlson. Goed, Klaas. Ziet er weer dreigend uit, balletje terugleggen. Oh, strak voor en dan valt hij al binnen en dan is het Pavlidis. In de derde minuut, die voor de 1-0 zorgt. Na een zeer fanatieke start van AZ, is daar dan ook die vroege beloning. My standard was 20 goals. I think for me also if you have 17, 18, it's also good. But of course if you score 25, of course you make one good season for you. But also you want to help the team and. Also, if you score 25 goals and we don't go to Europe, it's not good for you, also not. And yeah, in the end was really perfect with 25 goals and European ticket is, I think, the nicer end that, I cannot think better. I don't remember all my goals. I think against Go Ahead, the turning and shoot in the corner was, I think, one of the most beautiful. Against Ajax also away was also nice first half, but was not like that. That was special because we win in arena. But yeah, I think these two is the for me the best. Sugawara en dan valt hij voor Pavlidis en die ramt hem binnen en de vlag blijft omlaag. En zo is het 1-0 voor AZ na 4 minuten in de tweede helft. Alles nagekeken, doelpunt staat. AZ leidt in de Johan Cruijff Arena door Pavlidis. AZ verslaat Ajax in de Johan Cruijff Arena met 2-1. Kijk, als je kijkt naar die laatste fase in de competitie, hebben we natuurlijk extreme hebben we ervaren. Wedstrijden die op zeker gewonnen zouden moeten worden, speelden we nog gelijk. Of wedstrijden die we gelijk hadden moeten spelen, verloren we nog. Dus we zijn heel erg aan het morsen geweest in die eindfase. Terwijl we zo dicht bij de positie waren gekomen. In eerste instantie was het plek nummer 3 waar we alweer heel dicht op waren gekomen en in strijd waren. Vervolgens bleek dat niet meer haalbaar was. Plek 4, hetgene wat het maximaal haalbaar was. Dus die spanningsboog was enorm intens. En op het moment dat je dan Utrecht, wat je zegt, gelijk speelt, ook op een dramatische wijze ook die avond, hoe dat is verlopen. Dan heb je te maken met een vorm van ontlading. Dus het spanningsniveau daalde meteen en dat zag je ook terug in die partij tegen RKC. Yeah, we talk all the players together after the game against RKC because it was the worst game in the team. Everybody knows that it's not possible that AZ play like this at home against RKC. I think we talk everybody together and we say that's not respect first to us and then to the club. Maar goed, dan is het wel zaak dat we met elkaar ons goed realiseren dat de competitie gespeeld is. Daar kunnen we niets meer aan veranderen als het gaat om de doelstelling die nog steeds haalbaar is, het spelen van Europees voetbal of het behalen van Europees voetbal. En dat hebben we vervolgens samen weer weten te bundelen. En de nieuwe focus op weten te bouwen met elkaar. En dat zijn we ingegaan met het idee dat dat een nieuwe competitie zou worden.
waarin iedereen weer gelijke kansen zou hebben. Het typische is dan wel dat ik vind dat het spel tijdens de play-offs, met name aan de bal, weer richting het niveau aan het groeien was zoals we de ploeg ook kennen. Alleen, we hadden nog steeds van die dramatische eindfases. Waarin we nog goals incasseerden, terwijl je bijvoorbeeld uit bij Heerenveen een 2-1 voorsprong te pakken hebt. Toch weer goed blijven analyseren en benadrukken wat we heel goed deden. En vervolgens toch ook weer heel scherp blijven benoemen waar we nog winst moesten pakken. Ja, en als ik zie hoe we dat hebben opgepakt met elkaar. Het resultaat van inderdaad iedere dag toch gewoon je ding blijven doen. Hoe moeilijk het ook is als het even wat minder gaat qua resultaat. Ja, dat heeft er wel voor gezorgd dat die jongens zich toch hebben opgericht. En dat zij nog zo'n playoffreeks eruit hebben kunnen pompen, dat vond ik wel heel bijzonder. Ja, wij wisten als groep denk ik heel goed wat we wilden. En dat is volgend jaar gewoon weer Europees spelen. En ja, daar zijn we vol voor gegaan eigenlijk in alle vier de wedstrijden. En toch hebben we nog twee keer weer een hele pijnlijke nederlaag geïncasseerd. Weer in de laatste minuten, zoals ook vaker in het seizoen is gebeurd. Maar toch zijn we veerkrachtig gebleken en bleven we gewoon doorgaan. En ja, dan zie je ook waar je toe je in staat bent. Tot gewoon heel goed voetbal en gewoon ook tot een heel mooi resultaat, denk ik. De veerkracht en de overtuiging binnen de selectie is er absoluut gebleken dit seizoen. Dus we zijn eigenlijk gewoon gaan kijken naar wat voor eigenschappen hebben we nou dit seizoen ontwikkeld met elkaar. Wat ons enorm krachtig en sterk heeft gemaakt. En dat kwam eigenlijk dus samen in die laatste wedstrijd. Dus zo zijn we hem eigenlijk aangevlogen. Plus het feit dat we heel sterk hebben benadrukt voor het team en het individu. Wat het nou betekent voor jou als speler, voor ons als team. Wat het betekent om Europees voetbal te spelen. Te mogen spelen. En wat dat betekent voor je ontwikkeling als individu. En wat het betekent voor de ontwikkeling van een team. Daar hebben we samen nog heel goed naar gekeken. Dat hebben we gebundeld in een mooi filmpje. Ja, en vervolgens zijn we die wedstrijd ingegaan met de volste overtuiging dat we dat voor elkaar zouden krijgen. Lekker gevuld uitvak. Meegereisden uit Arnhem weten dus dat zij een 2-1 voorsprong hebben te verdedigen. En voor beide ploegen geldt dat ze dik over de 50 wedstrijden gespeeld hebben. Dit seizoen natuurlijk actief in de Eredivisie, natuurlijk actief in de beker, natuurlijk actief in Europa. En dat is het perspectief ook voor deze wedstrijd, deze finale wedstrijd. Carlson. Goed, Klaas. Ziet er weer dreigend uit. Balletje terugleggen. Oh, strak voor en dan valt hij al binnen. En dan is het Pavlidis in de derde minuut die voor de 1-0 zorgt. Na een zeer fanatieke start van AZ. Klaas. Reinders, ruimte voor. Dit schot en het waait nog weg. En dat waait dan binnen ook voor de 2-0. Een heel vroege 2-0, 13e minuut. En AZ, dat dus de hemel staat met 2-1 voor, staat nu 2-0 voor. Dat is het doorlopen van Efjen en Kerkes dichtbij. Kerkes goed doorgelopen, de linksachter. Kerkes de bal terug en dan is dit een goal van de Wit. Ja, die jaagt ervoor dat de bal erin gaat. Geweldig lopende aanval waarbij steeds Vitesse-spelers een keuze moeten maken. En dan uiteindelijk vind je steeds ergens, als je dat goed doet, en dat doet AZ, een vrije man. Openda. Aftreding van Huisman, maar voordeel gegeven door Nijhuis. Reinders, Carlson, Reinders in het midden loopt door. Een vastgepakte Doekie, maar ondanks het vastpakken komt Reinders hier tot de 4-0. En is het, lijkt het toch wel gedaan, want dit is een enorme dreun voor Vitesse. En zijn tweede van deze wedstrijd. Ligt voor hem ook best aardig. En dat laat hij zien. schitterende goal. Al voor en dan is het Carlson voor de 6-1. En maakt Carlson alsnog een treffer, zijn tweede zelfs, na de 5-0, nu ook de 6-1. Ja, ik ben wel tevreden. Ik probeer ieder jaar weer de betere versie van mezelf te zijn. Ieder jaar weer een stapje te maken en ik denk dat ik dat zeker
ja, dit seizoen heb gedaan. Bijvoorbeeld vorig seizoen, het tweede seizoen zelf, na mijn blessure zelf nog wat wedstrijden op de bank gezeten. En als je dan nu dit seizoen kijkt, dat ik elke wedstrijd eigenlijk in de basis ben begonnen. 11 goals heb gemaakt, 7 assists heb gegeven, dan ben ik daar heel tevreden over. Uiteindelijk wil je altijd meer als voetballer, maar je moet soms ook tevreden zijn met de kleine dingen. En ja, hopen dat je volgend jaar weer een stapje maakt. From the first day, I know how big is AZ and how I need to improve myself here. It's important because the step was also big because Willem II and AZ is something different. But I think I make my best this season and yeah, I know where I came and yeah, I'm thinking now about next season. Soms zeggen mensen wel eens hè, dat ze dan heel snel een paar jaar ouder kunnen worden in zo'n jaar. Is dat bij jou ook van toepassing of valt dat mee? Nee, want kijk, weet je wat het is? Ik leef mijn passie. Dus het kost mij totaal geen energie om te doen wat ik voor deze club doe. Ik had me voorgenomen om intens te genieten van elke dag dat ik hoofdtrainer mag zijn van AZ. En dat doe ik tot op de dag van vandaag nog steeds. Ja, met deze woorden van Pascal Jansen zijn we aan het einde gekomen van deze special. De allerlaatste special van dit Eredivisie-seizoen. En dat betekent dat we er met de club een aantal weken uit zijn. Maar voordat je het weet, zijn we weer bij je terug. Voor dit moment dus bedankt voor het kijken. Hele fijne vakantie, mooie zomer en graag tot snel. Hoi!